Hey, zullen we even terugblikken op afgelopen week? Het was een bijzondere week deze week. Het was een hele bijzondere week. Maar vooral voor jullie. Ja, dat sowieso. Maar laten we even helemaal bij het begin beginnen. Okay. De Vierdaagse ging dit jaar niet door. Niet? Nee, hij ging niet door. Echt niet, Rick. Nee. Oh. Ik weet dat het is misschien dat je helemaal verbijsterd bent. Dat ik schrik je van. Ja, maar hij ging echt niet door. Nee. Okay. Sorry. Maar ze hadden dus een app ontwikkeld. En wij moesten daar heel snel als regionale zender op inspringen. Als streekomroep. En we hebben dus binnen 3 weken een heel mooi programma aan elkaar weten te zetten. En afgelopen week was die te horen op de radio en te zien op de televisie. Hoe vonden jullie dat? Wat die app? Gast. De programmering bij ons. Nee, maar je had het over de app. Oké. Okay. Nou, dan gaat het nu over de programmering bij deze. Ik ga trouwens even een andere muziekje aanzetten. Ik vind het een beetje saai deze. Wij lopen de... Oh, niet. Wil je die echt horen? Nee. Oh, dacht ik al. Wat vond ik van de programmering? Ik vond het er hartstikke leuk uitzien. Ja, het zag er leuk uit, hè? We hebben keihard gewerkt, maar het resultaat mag er zijn. Ja, ik ben ook echt heel trots op wat we met z'n allen hebben neergezet. Ja. En ook als we via de app even kijken, volgens mij vond iedereen het echt super tof wat we allemaal hebben gedaan. Er zijn best wel veel berichtjes binnengekregen. Dus dank daarvoor. Maar ik vond het echt leuk. Jij, Imke? Ja, ik vond het ook heel erg leuk. Absoluut. Ja, ik ben er ook wat meer geweest dan normaal. En ik vond het fijne sfeer hing er ook vooral. Hè? Ja, dat was echt was leuk. Was gezellig. Iedereen was zo enthousiast. Dus ik wil even een bruggetje maken. Want ik vraag me af, moet ik jou nou Imke blijven noemen of Marieke? Ja, mag allebei. Ja, want er werd hier, dat is een beetje een running gag geworden hier op de redactie. Iedereen begon jullie twee samen een beetje Mattie en Marieke te noemen. Klopt. Omdat jullie zo'n leuke... Ik heb ook echt naar Michael heb ik gestuurd via de app van als wij ooit een radioprogramma samen gaan maken, dan moet ons doel zijn dat Mattie en Marieke ooit bij ons in de show komen of dat wij ooit bij hen in de show mogen komen. Dat is in ieder geval dat eerste lijkt mij. Ja. Ja, dat is natuurlijk het allerleukste, maar ik begrijp ook dat dat misschien niet helemaal gaat lukken. Ja, maar dat is wel het hoogste doel. Dat is wel het hoogste dat doel, dat zij tegen jullie opkijken. Dat is ja, het hoogste dat doel. Ja, inderdaad, dat zou dat heel zou leuk zijn. Dat zou zo ja. vet zijn. Ja, dat zou ik echt leuk vinden. Als in één keer Mattie Valk zegt van, nou, hoe doe je dat eigenlijk hier zo? Ja. En ben ik dan de wiets in dit verhaal? Ja, ik heb een Tesla wiets, sorry. Nee, maar echt, ik vond het echt heel leuk. En inderdaad, dat is een dingetje wat ik ook wel vaak heb gehoord. Maar inderdaad, die ochtendshow, dat was wat... Ik had dat echt niet gedacht dat ik dat zo leuk zou vinden. Nee, ik ook niet. Ik had niet gedacht dat jij het zou volhouden om elke dag zo vroeg op te staan. Nee, dat geloof ik ook. Ik had niet verwacht dat jij het vol zou houden om iedere ochtend met Imke zo. Nee, maar dat weet Rick en dat weet ik zelf ook. Dat ik echt geen ochtendmens ben eigenlijk. Ik had zeggen, het begin van de week hield ik echt mijn hart vast. Ik denk, ja, dit gaat tot dinsdag of woensdag goed. Maar daarna komt het niet meer. Nee, nee, maar het is... dat heb ik echt met dingen die ik niet leuk vind. Nou, duim te horen dat je het leuk vindt. Nee hoor, maar dat was inderdaad wel een dingetje. Want mensen die vragen dan wel eens, kijk hè. Wat vind je nou een mooi tijdstip? Wat is nou je droomtijdstip op de radio? En ik zeg altijd van, de ochtend, dat hoeft voor mij niet. Maar nu heb ik echt wel zoiets van, nou... Ik vond dat wel echt heel tof. Ik bedoel, je wordt wakker en de mensen die worden met jou wakker. En je bent eigenlijk in de nacht, begint je functie. En dat vond ik heel leuk. Ja, ik ook. Ja. Absoluut. Maar weet je wat, ik denk dat het met heel veel beroepen wel is. Want misschien een beetje een rare vergelijking dit. Maar toen ik vroeger nog in de supermarkt werkte. Toen werkte ik op de slagerijafdeling, versafdeling, weet je wel. En dan moest je ook vaak om 6 of 7 uur beginnen, 's ochtends. Dus dan sta je op, dan gaat je wekken. Dan bel je als stekker dat je zo vroeg op moest staan. Ja. Maar als je eenmaal staat en die deuren gaan open. En die mensen komen spullen halen die jij net voor ze hebt klaargemaakt. Ja. Dat is keileuk. Ja, dat is eigenlijk ook een beetje met radio. Dat is zeker zo, even een mooi voorbeeld van. Ik woon bijvoorbeeld midden in de stad. En dan denk ik af, als ik vroeg op moet, vind ik echt... vreselijk. Maar als ik toch 's ochtends vroeg om 6, 7 uur door de stad loop, door Nijmegen, dat is echt iets magisch. Dat is echt waar. Dan is het zo rustig. Heerlijk. Dan heb je gewoon een stad voor je alleen. Ik had dat dus iedere dag, stond ik rond 4:30 op. En ik wilde gewoon alles voorbereid hebben voordat de show in gingen. En dan is het rustig. Het was vaak nog een beetje donker. En dat vond ik gewoon mooi. Je mag nog 130 op de snelweg. Dat was een beetje de nacht. Daarom was je hier zo vroeg. Ja, nee, maar ik vond het echt een hele geslaagde week. En ik vond het heel leuk om dat gedaan te hebben, oprecht. Kijk, ik heb ook de shows teruggeluisterd. Het klinkt echt supergezellig. Superleuk. Ja. Dus dat. En Rick, voor jou was het ook een leuke week, neem ik aan. Ja, zeker. Ja, toch? Genoeg gedaan. Ja, precies. Ja. Alles wat op televisie is geweest is door deze man, of tenminste bijna alles is door deze man teweeg gebracht. Dat mag ook gezegd eigenlijk worden. Eigenlijk alles wat zij net zei. Ja, is dat zo? Ja, all the things she said. Oh, ja hoor. All the things she said.